Ik heb hem al aan de lijn, Sander Smeets, D66. Sander, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik las net al eventjes voor hoe Velsen heeft gestemd in de landelijke politiek. Maar ja goed, heel landelijk heeft D66 goed gescoord. Dus, zeker. Ja, we mogen je feliciteren. Dus hartstikke mooi. Hoe is de avond verlopen bij jullie, zeg maar, in de fractie? Nou ja, digitaal. Dus we hebben natuurlijk op WhatsApp wel wat contact gehad. Ja. Maar dat is toch wel wat gekker dan normaal. Ja. Maar natuurlijk gewoon hartstikke blij. Want ik zeg toen daar 27 stond, toen dacht ik al van, daar zitten de briefstemmen nog niet bij. Dus ik dacht, het gaat een beetje naar beneden. Ja. Ja, als je het toch ziet, dan denk je, dat was wel bijzonder. Ja. Ja, en kan je ons even meenemen in, wat betekent dat voor de gemeenteraad? Kijk, de verhoudingen hier veranderen niet, maar doet het dan toch iets met een politieke partij zoals D66? Zit je er dan iets anders in het komend jaar? Of hoe werkt dat? Ja, dat is een terechte vraag. Maar ik denk niet dat wij opeens als Bokito gaan rondlopen, net alsof wij de verkiezing hebben gewonnen. Want nee. Dat ging over de Tweede Kamer. Dus nee, dat is gewoon voor de Tweede Kamer hartstikke mooi. Wie weet zijn er een aantal partijen die denken, wie weet gaat D66 over een jaar wel goed scoren. Laten we die te vriend houden. Dat zou kunnen. Maar in principe, dit is een momentopname, hè. Tuurlijk. Drie maanden geleden stond D66 geloof ik nog op 12 zetels. Dus je ziet hoe hard het omhoog kan gaan. Je kan ook heel hard weer omlaag gaan. Dus wij gaan niet doen alsof we de volgende verkiezingen ook al zo goed hebben gescoord. Dat eerst nog even. Nee, dat begrijp ik. Heb je nog wat andere verschuivingen gezien die opvallend zijn in jouw ogen? Ja, absoluut. Daarom is het ook wel licht bitterzoet, moet ik heel eerlijk zeggen. Want je merkt toch dat er wel een hele grote druk weer naar vrij rechts is, zeg maar. Ja. Dus we zijn natuurlijk hartstikke blij hoe wij D66 hebben gescoord. Maar weet je, volgens mij nu als D66 zelfs, misschien inmiddels niet meer, maar in de exit polls uiteindelijk groter was dat GroenLinks, PvdA en SP bij elkaar. Bij elkaar, ja, hè? Dat geeft toch wel aan dat er dat op links wel heel erg klein is geworden. En ik heb zelf wel een redelijk sociaal hart. Want wij willen natuurlijk ook heel graag gelijke kansen voor iedereen. We hebben misschien een andere manier waarop we er willen komen. Waardoor we wat meer aan middenpartij zijn. Mm-hmm. Maar ik had toch wel gehoopt dat progressief en links iets groter geworden dan het nu is geworden. Ja. Maar goed, een deel is bij jullie. Alleen maar blij zijn. Ja. Een deel is natuurlijk bij jullie terechtgekomen, hè? Vermoedelijk. Ja, hoewel de NOS het ook een heel mooi stukje waar alles vandaan kwam. En toen bleek er zelfs een klein stukje van voormalige vorige democratiestemmers te komen. Dat snapte ik niet helemaal. Maar, nee, die hebben toch een aardige groei doorgemaakt, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Sowieso. Je ligt vrij ver uit elkaar. Dus als je twijfelt tussen D66 en Voor voor Democratie, dat zou ik verwonderlijk vinden. Maar het mag. Een zwever kan heel raar landen misschien. Hè? Dus dat mag. Elke stem telt en is een bewuste stem geweest. Dus dat is natuurlijk heel goed. Ja, als je zo even de kaart van de regio bekijkt, dan zie je toch drie partijen die elke keer terugkomen. De VVD is vaak toch wel, staat op nummer 1. Hè. Kijk bij Beverwijk en dat soort gemeenten. D66 en PVV die strijden altijd een beetje om plek 2 of plek 3. Haarlem en Amsterdam is eigenlijk even bijzonder. Dat heb je natuurlijk ook gezien. Want vertel maar. Ja. Ja, in Haarlem, Amsterdam en Diemen, daar zijn wij de grootste voor, zag ik in Noord-Holland. Ja. En in Volendam zie je dan volgens mij PVV de grootste. En de rest is één groot blauw VVD-pak. Ja. Dus kijk, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat we weer de grootste zijn in drie gemeentes. En ook in Velsen ben ik heel blij dat we de tweede partij zijn, want de vorige verkiezing was de PVV de tweede partij. Ja. Maar laten we ook, het leek van tevoren zo vanzelfsprekend, maar laten we ook van harte de VVD feliciteren. Want die hebben echt een geweldige uitslag neergezet. Alleen dat leek al zo vanzelfsprekend dat iedereen het negeert. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk extreem bijzonder dat Rutte gewoon 4 keer de grootste partij wordt. Dat is gewoon ook wel een hele grote felicitatie waard. En zeker als je zo'n kaart van Noord-Holland ziet, dan heeft de VVD gewoon overal extreem goed gescoord. En dat is ook gewoon wij knap natuurlijk. Ja. En in de lokale politiek hebben we ook altijd natuurlijk de lokale partijen. Dus die vallen nu zeg maar niet op in de verkiezingen. Hè? En in die zin geeft het natuurlijk altijd ook wel weer bij de gemeenteraadsverkiezingen ook weer een heel andere. Hè? Kan zomaar een heel ander beeld opleveren. Want die lokale partijen hebben natuurlijk ook een belangrijke stem hier in de gemeente.
Ja, en daar verliest vaak een VVD meer aan dan wat wij doen. Mm-hmm. Ik heb ook wel wat mensen gesproken van ook wel de LGV en Pels Lokaal. En die gaven wel aan dat zij nul zetels hadden gehaald van de Tweede Kamer. Dat was niet meer gedaan, maar dat vond ik een flauw excuus. Ja. Nou ja, goed. Maar inderdaad, we gaan het over een jaar zien. Kijk, dan weet je nooit hoe dat precies gaat lopen. Wij doen gewoon ontzettend hard als Best Lokaal. En we hopen dat we het over een jaar ook terug gaan zien in de resultaten. Ja, dat is over een jaar, dat duurt nog zo lang. Precies. Maar goed, leuk. Ik vind het heel leuk dat je even nu bij de eerste raadsessie van de Raad Velsen, dat je even mee hebt gekeken, eventjes hebt meegereageerd op de landelijke verkiezingen. En inderdaad, de lokale politiek gaat gewoon door, nog zeker een jaar. Nou, eigenlijk precies een jaar, denk ik. Het zal weer zo. En daarna gaan we ook door, hoor. En daarna ga je ook door. Ja, precies. Maar goed, dan weer in nieuwe verhoudingen, je weet het maar nooit.